Minister Gutsen namens de Nederlandse regering en vele andere autoriteiten, onder wie meester Blom en de ambassadeur van India, waren op Schiphol aanwezig om de hoge commissaris van Indonesië, meester Mohammed Roem, te verwelkomen, die met de Constellation Gouda uit Jakarta aankwam. Het was een hartelijk weerzien op het vliegveld. Voor mevrouw Roem waren er bloemen. In het restaurant van Schiphol stond de hoge commissaris de vele persvertegenwoordigers een interview toe, waarna hij zich met zijn gezin per auto naar Den Haag begaf. Gedurende de eerste weken zal de heer Roem verblijf houden in Hotel Oud-Wassenaar, zolang het buiten Bakkershagen namelijk nog niet gereed is. Ook de plaatsvervangend hoge commissaris, meester Djumhana, die we hier met de heer Roem zien, zal voorlopig hier wonen. In zijn werkkamer in het hotel hebben we de hoge commissaris opgezocht. Ook zijn secretaris, de heer Sujono, troffen we daar. Ik ben in Nederland gekomen als de eerste hoge commissaris van Indonesië. De hoge commissaris heeft tot taak de belangen van zijn land te behartigen in het rechtsgebied van zijn deelgenoot. Hij heeft de status van een ambassadeur, maar door de bijzondere banden die er bestaan tussen Nederland en Indonesië, zal mijn taak omvangrijker zijn. De taak die ik thans heb, ligt me na aan het hart. Het ligt geheel in de lijn van de politiek die ik van harte heb gevolgd en die ik heb helpen bepalen. 2 dagen na zijn aankomst heeft de hoge commissaris zich naar Amsterdam begeven om in het Koninklijk Paleis aan Hare Majesteit de Koningin zijn geloofsbrieven te overhandigen. Na de inspectie van de marine erewacht betrad hij het paleis met meester Djumhana en de heer Sujono.